Ik ga het hebben over een steekproef, of steekproeven. Waarbij het uitgangspunt is dat 100% controle zinloos is. Als je het niet automatisch kunt doen. Als je het automatisch kunt doen, dan kun je 100% controle doen. Als je het niet automatisch kunt doen, kan het niet. Het kan praktisch niet. Je zult al deze Lego-blokjes stuk voor stuk moeten controleren. Of stel, je krijgt, in het voorbeeld dat ik ga gebruiken, 5000 bestanden per week aangeleverd door een leverancier die je moet controleren. Daar is de tijd gewoon niet voor. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, het kan ook niet. Omdat je niet weet welke fouten je maakt tijdens je controle. Dat weet je niet. Kun je niet vaststellen. Je kunt niet vaststellen, als ik 5000 bestanden controleer, hoeveel fouten heb ik dan in die 5000 gemaakt? Want dat was, dan zou je misschien nog wel een keer moeten controleren. En nee, dan blijft het een soort iteratief proces. De oplossing die daarvoor gekozen wordt, is vaak een representatieve steekproef. Ik heb in de voorbereiding van deze lezing ontdekt dat ze hier ook ringsteken doen. Dat wist ik niet. Maar dit is een foto uit Friesland. Ik kende dat alleen in Zeeland. Maar ze doen het hier blijkbaar ook. Mooi uitgedost. Een steekproef. Want dan beperk je het aantal items dat je moet controleren. En die beperking kun je zo maken dat je in ieder geval wel zeker weet dat je dat beperkte aantal nog wel gecontroleerd krijgt. Er zijn al twee problemen. De ene is, wat is nou representatief? Wanneer heb ik nou een hoeveelheid die een goede afspiegeling is van het totaal? Ik kom vaak dit soort dingen tegen. Op grond waarvan is 10% nou genoeg? Waarom is 10% genoeg? Misschien is het genoeg, maar in heel veel gevallen kan men niet uitleggen dat 10% genoeg is. Ja, gewoon. Dat lijkt me een leuk aantal. 10%. Het tweede probleem, dat zit ook hierin. En dat zit ook hierin. Stel, ik toets 10% en 1% mag afwijken. Wat zegt dat dan over die hele batch? Want als ik mag dan 1% van die 10% afwijken? Of mag uiteindelijk 1% van die hele batch afwijken? Dat zijn allemaal zaken waar je over na moet denken. Hier ook, we maken een steekproef. We willen uitkomen op een juistheid van 98%. Maar niemand kan mij, wat dit voorbeeld kwam, dat kon niemand mij zeggen hoe ze nou dan wisten dat ze een soort algemene kwaliteit van 98% hadden. Ja, daar streven wij naar. Punt. Ja. Maar hoe weet je dat dan? Ja, steekproef. Op controleren 1%. Is daar een oplossing voor? En die heet het Acceptable Quality Level. Dat is achteraard zou ik bijna zeggen, een norm van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Eigenlijk uit de jaren 50, 1951 geloof ik. Hij is in de loop der jaren een paar keer aangepast op allerlei detailachtige dingen. Die een methode geeft om een gemiddelde kwaliteit van batches eigenlijk vast te stellen. Niet per se van één batch, maar van een reeks batches. Van wat ik nu ga vertellen, moet je eigenlijk vier dingen onthouden. Op basis van die AQL kun je vaststellen hoe groot je steekproef moet zijn om representatief te zijn. Ze hebben een algoritme, ze hebben tabellen in die norm, ga ik dadelijk te zien, die aangeeft, als je zo grote batches hebt, je steekproef zo groot. Zij zeggen ook hoeveel fouten je maximaal mag accepteren in jouw steekproef.
om uit te komen op een gemiddeld kwaliteitsniveau. Dat is die overall kwaliteit. Je kunt op basis van die methode ook vaststellen hoe groot de kans is dat je meer fouten accepteert dan je eigenlijk zou willen. Ik zal ook uitleggen. En de laatste is een heel charmant iets. De grootte van je steekproef. Zij gaan uit van de kwaliteit van de leverancier die je al hebt vastgesteld. Dus als jij 5 keer hebt vastgesteld dat een badge die je gekregen hebt goed is, kun je ervan uitgaan, iets meer van uitgaan, dat die 6e badge ook goed is. Dan kun je een kleinere steekproef nemen. Ga kijken. Oké, dit is de Digital Imaging Man. Die herken je wat mooie logootje. En die gaat allerlei documenten laten scannen. Even nog één ding. Je moet dus wel van tevoren vastgesteld hebben wat goed en fout is. Dus het verhaal van Robert en van Mark gaat hier nog aan vooraf. Wanneer vind ik een item dat ik controleer goed en wanneer vind ik het fout? Dat moet je wel helder hebben. Dan ga ik even vanuit dat het helder is. Hierbij gaat het alleen over wanneer vind ik nou iets over die hele patch. Die meneer gaat documenten laten scannen en hij krijgt per week 5000 bestanden. Die moet hij controleren. En dat heeft met zijn leverancier afgesproken. En hij heeft ook met zijn leverancier afgesproken dat hij uitgaat van een AQL van 1%. Gemiddeld mag er over de hele bus berekend in 1% van die 5000 een fout zitten. Los van of dat een grote of een kleine fout is, gewoon er mag in 1% van die bestanden fout zitten. Oké, nu komen drie dia's die je normaal in presentaties niet mag laten zien. Maar ik heb ze nodig om uit te kunnen leggen hoe het in elkaar zit. Dit is... ik heb jullie waarschuwd. Dit is de tabel die aangeeft hoe groot je steekproef zou mogen zijn. Zou moeten zijn. Die meneer had een badge van 5000. Je ziet hier, kijk, normal inspection levels en special. Nou, die special sla ik even helemaal over. In deze tabel staan letters. Daar kom ik zo op terug. Er zijn 3 inspectieniveaus. 2 is het normale niveau. 1 is het verlichte niveau. Dus als je al verschillende keren een goede badge hebt gehad, kun je daarvan uitgaan. En 3 is het verscherpte niveau. Als je al verschillende keren een badge moet terugwijzen, moet afkeuren, zou je dus scherper moeten gaan controleren. Goed, hij heeft een badge van 5000. Daar hoort de letter L bij. Onthoud. In die norm zit ook nog deze tabel. Ja, ik had jullie gewaarschuwd. En nog één ding. Het is lang niet zo ingewikkeld als het lijkt. Ik was heel slecht in wat in mijn tijd nog wiskunde A heette. Dat was allemaal statistiek en dat soort. Ik kan hier mee uit de voeten. Hier heb je die L weer. En daar staat 200 achter. Dat betekent dat hij uit die batch van 5000 200 willekeurige bestanden moet nemen die hij moet controleren. Hoe die willekeurigheid vaststelt, kun je bij het dobbelsteen doen, moet je zelf weten. 200 willekeurige bestanden. En we hadden een AQL van 1%. Dat betekent dat in die batch van 200 er 5 fouten mogen zitten. Zit er een 6e fout in, wordt de hele batch afgekeurd. Helemaal terug, dat spreek je af met je leverancier. Deze manier controleer ik. Kom ik een 6e fout tegen, moet ik opnieuw doen. Hoe kom je op die 1%? Hoe zou 1% en geen 2,5 of 4? Als je zelf wil.
kom ik zo nog even op terug. Maar dat is wat je als afnemer zelf stelt, als zoveel fouten accepteer ik. Is ook een beetje met in lijn met wat Robert zegt. Hoe erg is, vind ik, dat er fouten zouden kunnen zijn? Dit wordt... kijk, je kunt heel fijn gaan. Ja. Dat kan. Dus als jij een digitaliseringsproces hebt, waarbij je zegt, ik accepteer eigenlijk nul fouten. Dat komt dit wel op neer. Nou, kom je hier op uit. En als je zegt, nou, ja, kijk, ik vind 5 fouten, dat mogen er wel wat meer zijn. Dus ik vind eigenlijk, 4% fouten, zou ik ook accepteren. Dan mogen er 14 fouten in zitten. Ik kom zo nog terug, ik geloof dat dat de volgende is, over nog een tweede aspect daarvan. Maar dat is wat je zelf vaststelt. Deze methode wordt ook gebruikt bij het testen van condooms. En ik kan me voorstellen dat je daar zegt, nou, ik vind een condoom van 4 toch wel wat veel. Ik denk dat wij dat met onze verzekeringsmaatschappij niet helemaal hebben. Dus dat je dan zegt, nou ja, wij komen daar uit. Dan zijn je badges waarschijnlijk ook wel wat groter. Maar dat is een afweging die je moet maken. Hoe erg is het als er een fout in zit? En Mark gaat er wel een heel spannende in lopen. Maar goed, ik moet dus 200 willekeurige bestanden nemen. Die moet ik langs mijn kwaliteitscriteria leggen. 5 fouten, nou dan accepteer. Overigens, die 5 fouten moeten wel hersteld worden, dat moet ik er even bij zeggen. De fouten die je constateert, moet je leverancier ook wel even corrigeren. Niet zo dat je dan denkt, oh, 5 fouten, joh. Hele bijs wordt afgekeurd, gaat terug naar leverancier en wordt daarna op dezelfde manier gecontroleerd. Deze, ja, dit is de echte hel. Want wat zie je hier nou? Je kunt je nou afvragen, dat is een beetje in lijn met wat jij vroeg. Je zegt nou 1%, wat betekent dat nou? Dat betekent in dit geval, met behulp van deze tabel, kan ik een inschatting maken hoe groot de kans is dat ik een badge met meer dan 1% fouten goedkeur. Dus hoe groot is de kans dat ik een badge met 3% fouten ten onrechte goedkeur? Nou, 45%. Vind ik dat te veel? Dan zal ik dus mijn AQL iets omlaag moeten zetten. Dan moet ik dus strenger controleren. Kijken. Dan moet ik dus zeggen, nee, ja, dan wil ik op 0,65 aankomen. Want dan kom ik in deze tabel, kom ik dan uit op 20% ongeveer. Dan iets minder nog. 15%. Maar dat is dus een afweging die je kunt maken. Hoeveel fouten accepteer ik nou? En hoe groot is dan de kans dat ik een badge goedkeur die ik eigenlijk niet zou hebben geaccepteerd? Het kan ook zijn dat je allemaal badges krijgt met maar 1 fout. Of met 0 fouten. En dat je dan badges hebt met meer fouten die je goedkeurt. Het gaat om een gemiddelde over de hele populatie eigenlijk. En dan het vierde ding, dat is wat ik net ook al zei. De kwaliteit van je eerdere badges bepaalt op een gegeven moment de omvang van je volgende steekproef. Want, even helemaal terug. Hier. Er zit een algoritme in. Ik weet even niet in mijn hoofd, maar als je 5 keer achter elkaar een badge goed hebt gekeurd, zou je je 6e badge onder een verlichter regime kunnen controleren. Dus dan zou je hier naar J gaan. Dat betekent dat ik er maar 80 hoef te controleren. En dat ik ze dan bij, wat is het,
kom ik eruit. Met die foute afkeur. De systematiek is wel zo, dat zodra ik hem ook maar één keer weer heb afgekeurd, dan trap je weer omhoog. Dan ga ik weer naar mijn normale controle. En de systematiek is ook zo, dat als ik in die normale controle, ik geloof 3 keer achter elkaar een beetje, moet afkeuren, dan ga ik hierheen. Dan maak ik een grotere stink. En is die weer een x aantal keer achter elkaar goed, dan trap je weer omlaag. Zo zit een systematiek in. En op die manier kun je dus spelen eigenlijk, maar niet zoveel spelen, maar kun je een beetje inspelen op de kwaliteit die je van tevoren al ontvangen hebt. Dan kan het werk verminderen en toch de algemene kwaliteit op orde houden. Nou, dat zijn die 4 dingen die je moet onthouden. Als je nou denkt, dat ging wel heel erg snel. Ik heb er een stukje over geschreven. Daar zit ook dat trappetje op, trappetje af verhaal. Dus zit er ook iets verder aan uitgewerkt. Nou, dit zijn mijn foto's. En nou mag Mark zijn dingen hebben.